Ten eerste, Sharon, hoe gaat het? Goed. Ja, gaat prima. Druk tijd gehad. Net terug van de week vakantie. Dus nou weer rustig, maar het komt weer een hoop aan. Dus even bij kunnen komen? Bij kunnen komen. Even kunnen nadenken over wat eigenlijk de afgelopen 2 jaar wel niet allemaal is gebeurd. Ja. Want als je terugblikt op de afgelopen 1,5 jaar, 2 jaar. En vooral het begin, hoe hectisch dat was. Mm-hmm. Hoe kijk je daar, hoe zie je dat nu dan? Hoe zie je dat nu? Ja, je hebt natuurlijk met de ervaring die je hebt opgedaan in 2 jaar, kijk je natuurlijk wel terug van van dat zou ik misschien anders hebben gedaan of zo. Ja. Maar ja, het was gewoon, ik ben ergens ingesprongen en ik heb toch maar gewoon gedaan of zo, meegedeeld zoveel mogelijk dat ik kon. En als je dan nu terugkijkt, dan zou je dingen anders hebben gedaan of niet. Maar, ja, ik kijk er wel terug met een goed gevoel. Ik heb wel zoiets van, het is wel het moment, er is heel veel veranderd. Maar allemaal wel heel erg in positieve verandering, zeg maar. En als je nu denkt dan waar je nu bent gekomen en 2 jaar geleden, wat waren je verwachtingen toen? Is dat een beetje als... ik had wel zoiets, op het begin denk ik, ik ga een plaat maken. En dan ga ik optreden. Maar er is natuurlijk zoveel meer wat daarbij komt kijken. Het is natuurlijk het schrijven van een plaat. En dan videoclips en promo. En ja, er zijn zoveel aspecten die je eigenlijk in eerste instantie niet eens over nadenkt. Dat die erbij horen. Mm. Ja. En als we dan, wat ik altijd leuk vind om te doen, is om nog iets verder terug te gaan. Dus als we eigenlijk even helemaal teruggaan. Weet je dan nog een moment dat je dacht van ik wil zangeres worden? Ja, ik denk dat er heel veel momenten waren toen ik jonger was, dat ik zoiets had van dat wil ik heel graag. Dat zeker. Ik denk, hoe ver wil je dat ik terugga? Ja, bijvoorbeeld, weet je bijvoorbeeld de eerste plaat die je grijs draaide of iets wat je aanzette tot zingen? Het eerste moment dat ik echt geïntrigeerd werd door een artiest, dat was denk ik toen mijn mama luisterde heel veel naar Tina Turner. En dat vond ik heel interessant, want ik hoorde daar iets. En ja, ik was altijd heel benieuwd. Ik vroeg mama heel vaak, ja, maar wat is er dan met haar? En op dat moment, toen kreeg de muziek ook een ander doel, zeg maar. Niet een doel, maar een andere manier van beleven van muziek, zeg maar. En hoe oud was je toen? Ik denk een jaar of 7, 8. Dat is vrij jong. Maar wat hoorde je in Tina Turner dat je niet vond in andere muziek? Kracht en vuur. En ook al is over zong, ik bedoel, Proud Mary. Dat vond ik van ja, je hoorde dat hij dan meer achter zat dan alleen een stem. Toen ik mijn mama daar ook meer over vertelde, over haar levensverhaal en zo. Dat vond ik heel interessant dat je dat dan kon horen. Of dat je dat voelt, dat er iets zit. Hoe zette dat zich voort dan als jou als zangeres? Ik denk dat ik toen zag dat je dus met muziek, dat je daar iets in kan leggen. Dat muziek een soort van middel is om... Een soort van therapie kan zijn voor sommige mensen. En dat het ook heel erg als kan fungeren. Kijk, als dat je er heel veel aan kan hebben. Hoe noem je dat? Dat je jezelf erin kan terugvinden. De steun in kan vinden. Op die manier. En betekent dit dan ook dat je gelijk begon met eigen nummers schrijven om jezelf daarin kwijt te kunnen? Ja, maar ik denk niet op de manier zoals ik dat nu doe. Okay. Ik kon geen gitaar spelen. Dus ik zat karaoke-versies altijd mijn eigen teksten te verzinnen. Toen op dat moment al had ik wel uitgevonden dat het werkte voor mij om bepaalde dingen daarin over te schrijven en dat dan op die manier te kunnen verwerken of op die manier een plaats te kunnen geven. Want je was vrij jong toen je begon met zingen en schrijven. Ja. Dus wat, kun je me een voorbeeld geven van iets wat je erin kwijt was? Nou, ik denk mijn schrijfkunst toen ik jong was, waren niet zo wauw. Want daar wou ik nog een keer wat zei trouwens. Yes,
ja, kun je een voorbeeld geven van iets wat je, ja, wat je erin kwijt kon? Wat je... Ja, ik had wel vaker huisarrest of zo. Dat had ik er iets gedaan. En dan, ja, dan ging ik daar op mijn kamer ging daarover een liedje over schrijven. En dan tot irritatie van mijn ouders dat ik dat dan keihard stond te beleggen. Ja, dat, op die manier. Dat ik dat toch... ja, dat ik dat toch over kon hebben zonder dat ik er eigenlijk over hoefde te praten of zo. En hielp dat ook dan? Ja. Dat het dan gewoon, oké, okay, nu heb ik het voor mezelf. Ja, dat hielp wel. Ja, ik denk dat het me ook, dat me ook overeind heeft geholpen of blijven houden. Dat ik dat toch gewoon bepaalde, dat ik het ergens kwijt kon. En dat ik voelde me als kind heel onbegrepen. En op die manier had ik toch een soort van ding waar het kon neerleggen, zeg maar. Was dit de muziek dan iets wat je heel erg alleen deed? Ja. Ja, muziek was altijd op mijn kamer, deur op slot. Okay. Nee, voor mij heeft het heel lang geduurd voordat ik mijn muziek echt kon delen. Mm. Vooral ook omdat het heel persoonlijk was. En als mensen kritiek gaven daarop, ik wist niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. Omdat het vrij fragiel was en ik ook... op dat moment het enige was van mij wat echt van mij was. Hmm. Ik denk toen ik 19 was, toen heb ik wel besloten van... Ik ga het delen en ik... op die manier. Want inderdaad, op een gegeven moment komt dan zo'n moment van... Oké, nu moet ik toch kiezen van wil ik dit delen of hou ik het voor altijd voor mezelf? En wat gaf de doorslag in die keuze? Nou, ik had op een gegeven moment... mijn studie afgerond, horecaopleiding gedaan en ik ging werken. En ja, op een gegeven moment had ik wel zoiets van, dit is het niet voor mij. Mm. Dit is niet het spannende leven wat ik voor ogen had ooit. En het heb ik toch heb ik auditie gedaan voor Rock City. Omdat ik zoiets had van, nou ga ik echt iets doen wat ik echt heel tof vind. En en daar heb ik er gewoon 100% op ingezet. En toen heb ik gewoon wel die keuze gemaakt om het te doen. Ook om een leven misschien wat meer wat spannender te maken. En ook wat meer... Ik voelde me een beetje nutteloos. En ik voelde dat als ik dit zou doen, dat ik mezelf dan... Ja. Maar ik kan me voorstellen, vooral de eerste keer als je met een eigen nummer aankomt, dat lijkt me best moeilijk dan. Ja, was super spannend. En ook wel een weg om... Ook om het vertrouwen te krijgen. In één keer deel je het wel. Het was super spannend, maar het voelde ook als een opluchting ergens. Ja. En is in die zin dan de afgelopen 2 jaar, is het dan makkelijker geworden om jezelf op die manier bloot te geven? Ja, ik heb natuurlijk... ik weet wel, toen het album uitkwam, dat ik er ook wel heel erg spannend vond. Dat ik zeker een paar weken van tevoren heel zenuwachtig. Maar op een gegeven moment, dan krijg je ook wel het vertrouwen en ook de feedback die je toch wel terugkijkt. Dan weet je toch van, ik ben toch misschien... heeft toch zin om het te delen, snap je? Mm. En dan, dat bouwt. Je vertrouwen wordt groot, je krijgt meer zelfvertrouwen. Je noemt dit zelfvertrouwen. Was er een moment dat je... wist, en dit kan al heel, heel vroeg zijn geweest, maar dat je wist dat je goed kon zingen? Als je me nou vraagt, dan heb ik er nog steeds moeite mee om dat zo op die manier... Ik wist wel dat ik er meer kon doen dat ik dat deed. Hmm. En dat het mij ook veel meer voldoening gaf dan al het andere. Maar om maar echt te zeggen... Ja, ik vind dat moeilijk. Ik ben altijd wel wat dat betreft wel hard voor mezelf niet, maar... Nee. Maar ik weet wel dat het goed genoeg is.